De Tielse kunstenaar Koen Kijk is zondag 19 oktober na een kort ziekbed overleden. Kijk volgde de opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Vrije Academie Den Haag, afdeling Beeldhouwen en de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. In 1975 ontving hij een stipendium van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor onderzoek in transparante kunststoffen in de plastic werkplaats van TNO in Delft. Kijk was gastdocent aan de Kunstacademie Arnhem en het Keramisch Werkcentrum Heusden. In de jaren 90 was hij lid van de adviescommissie voor beeldende kunst in Tiel. Kijk werd 67 jaar.